F is voor feest, dat doe je met vrienden. U is voor u en mij. Hier, ik doe twee keer die eend. Exact. Audio, er is geen audio, dus we gebruiken dit als audio. Dan. En de cam. Ja, dat ook. Moet ik niet vergeten, maar ook de cam. Anders is het een beetje gek dat je zijn lippen ziet bewegen terwijl die niks zegt. Dat was echt waar ik vol zou moeten. Het antwoord is ja, Sandry. Ja, we hebben al 17 afleveringen opgenomen. Ja. En misschien dat er een kalmisch vlugmader tussendoor zit. Oh, Tosmania is er klaar mee. Is wel klaar met 500 keer kaboom spam. Maar Tosmania, je mag zeg maar een soort van de Discord joinen als je wilt. En ook als je niet wil, dan mag het ook. Je mag eventueel abonneren op mijn YouTube kanaal. Kan allemaal. Jij maakt het verschil. Kijk, Munty is zo'n goede mod, hè? Mijn mod is toch gelijk. Zo'n goede mod. Yeah. En er komt Tosmania in mijn chat en dan zegt hij, wat zei je, Milan? Echt? Ja. Wow. Ik leg het nog een keer voor hem uit. Je kan de Discord joinen van Milan. En dan kan je daar chillen. De link voor de Discord staat in de chat van Milan. Of nou ja, ik kan hem wel. Voor jou wil ik hem wel kopiëren, Milan. Dat is lief. Dat is... En dan zet ik hem bij mij neer. Zo. Dit is de Discord van Milan. Ik heb geen Discord. Ik heb ook geen YouTube kanaal. Speaking of YouTube kanaal. Ik stuur ook wel de link van de YouTube-kanaal van Milan door. In mijn chat. Oh. Daar is Landowing ook te filmen. Ja, ik doe wel eens een serie met Milan. Er komt dus een Colosseum-serie aan. Ja, ja. Ja, voor de rest heb ik alleen maar bingo's met jou gedaan, toch? Ja, en natuurlijk de highlights van de 60-uur stream. Oh ja, 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 daar zit ik ook in. Ik heb een 60-uur stream met Milan en Sandering en Padding gedaan. En er is een overzicht van alle shinies. Ja, die hoef je niet te kopiëren hoor. Die hoef je niet te kopiëren, die kan je gewoon in zijn chat vinden. Huh. Zijn er aardig wat. Dankjewel, Mutt. Ja, en ik stream gewoon wanneer ik zin heb. Voor of na 2v2? Hij is al ingepland, dus voor 2v2. Want 2v2 is voorlopig nog niet af. En voor Colosseum moet ik alleen maar te zorgen dat ik Mando kan. Ja, dat gaat denk ik wat sneller dan dat iedereen beschikbaar is. Van jullie dan, want ik zit er natuurlijk niet in. Het scheelt. Ik ga de komende tijd ook weer wat drukker krijgen. Kijk, te horen, dus ja. We hebben al 17 afleveringen opgenomen, dus komt goed. Ja, ik denk dat we nog voordat ik het super druk heb, dat we dan al die serie af kunnen hebben, in principe. Die game is ook niet super lang, dat scheelt. Regent het bij jou, Tosmania? Bij mij is het echt kurkdroog en de zon schijnt. De lucht is blauw, Teletubbies, ja. Kom maar snel. Maar echt. Hoe gaat het trouwens met jouw shiny list, Sandring? Want je was, dacht ik, laatst weer bezig met shiny hunten. Ik was alleen niet lekker, dus ik kwam toen niet bij je stream. Maar ik zag wel dat je bezig was met... Ik dacht... Of Scarlet Violet, of je was met Shiny Totodile bezig. Totodile. Onder de overkapping, dus kan niet naar binnen. Niet zo kaboom. Ja, nu moet je het... nu zei ik het. Kut.
Legend Arceus en helemaal niks. Nou, voel je niet slecht, Sander. Dat heb ik nu dus ook gedaan. En ik kreeg... Oh, wacht. Nee. Ik kreeg niet een shiny die ik wilde. Ik kreeg alleen shiny Murkrow. Ja, ja, ja. Maar ik wilde het liefst een shiny starter, omdat die lastig zijn om te vinden. Maar die kreeg ik niet, Sandring. Maar ik kreeg wel shiny Murkrow, dat wel. Kijk hoe ver mijn sandwich zit. Oh, nog 14 minuten, maar... Nou, dan ga ik nog wat... Wat moet je voor de shiny Scorupi gaan zoeken, Sander? Scorupi! En dan 124 spiels en... en matchups tegen. Juist. Dat zijn de echte strats. Nu boycott je de game. Ah, nee toch. Wow. Niks aan niet aan het ding. Ik zou die game niet boycotten. Ik zou dan eerder Heart Gold Soul Silver, aangezien je daar 3 shiny Cyndaquils gekregen hebt. Oké, wilde gok. Ik denk dat jij en ik nu bezig zijn met Mount Battle. In de footage. We zullen het zien. Of niet. Als dat niet zo is, laat het in de comments weten. Dan krijg ik ook weer een reminder van, oh, ik had het echt totaal mis. Of, oh, ik had het redelijk goed. Wie weet. Oeh, weer een Tyrant die spawnt. Niet een Tyrant. Ja, zeker een Tyrant. En dan veel Quack roepen. En ik doe het nu ook bij Quack. Nou, nu moet je het 2 keer doen. Dus jij ook wel eens een Quackboom Croquet? Quackboom Croquet? Ja. Sander zegt dat ik het goed heb. Want hij vindt dat ook. Lekker, Sandring. Beter gebruikt Milan zijn audio. Ja, zijn audio wordt ook gebruikt. Niet die van mij. Nee, die van mij is inderdaad onbruikbaar. Maar ik neem ook niet op. Het is gewoon puur streamen. En het was al besloten van tevoren dat we niet mijn audio gingen gebruiken. Ik denk je zou maar mijn audio moeten gebruiken. Nou, dat is niet te gebruiken. Ja. Het is gewoon niet te doen. Nou, als je... Sander, als we zo meteen klaar zijn met streamen, moet je eventjes naar mijn video van deze stream kijken. En dan echt, ja, wanneer was het? Redelijk aan het begin dat ik een sub krijg van Shores en Bradley. Dan gaat het echt helemaal los. Dat wil je niet weten. Daar zongen ze zeg maar de Kampfer-lied. Ja, maar dan echt 3-4 keer achter elkaar tegelijkertijd. Het is trouwens niet erg dat je dyslectisch bent, Tosmania. Dat ben ik ook. Kibooming. Inderdaad. Milan is ook dyslectisch. En ik ben... Maar Belly ook. Ja, jullie drieën. Alle drie, ja. Hè? Ah. Ja, en ik ben gewoon niet... hoe noem je het? Ik kom gewoon niet op woorden. Dat is mijn valkuil. Capabel. Ik ben niet capabel. Nog niet eens één box heb ik gevuld. Dan ben je niet gehandicapt bijvoorbeeld. Nee, ik ben niet gehandicapt, maar ik ben niet capabel. Jij bent geen loser boy. Nou, ik maak ook gewoon spelfout hoor. Met de B's en de T's. Het is gewoon onze taalse... Mokerkut. Ja, als je zo'n moker hebt, dan was ik kut. Inderdaad. Ik wil eigenlijk zo'n roze sneeuwvlokje. Inderdaad, Tosmania, dat ben ik. Ik struikel over mijn eigen woorden heen.
Hello there. General Kenobi. Heb ik die er niet ingezet? Ik heb die er niet ingezet volgens mij. Ja, die had ik eigenlijk wel niet moeten zetten. Oh, ik ben ook geen loserboy. Dat is lief van jou, Sandring. Jij bent ook geen loserboy. Jullie zijn zeker geen loserboys. Zo erg is het toch ook niet als je dyslectisch bent? Nee hoor. Maar bij de ene is dat heel anders dan bij de andere, zeg maar. Ja, het komt in meerdere vormen voor. Want bijvoorbeeld jouw titels zijn gewoon prima, toch? Ja, ja. Van je video's. Dus dat, zeker. Maar weet je, ik heb vooral qua spelling last van D's en T's. Maar bij mij is het vooral dat als ik lees, dat ik soms wel eens iets lees terwijl dat er niet staat, zeg maar. Oh, dat heb ik ook wel eens hoor. Terwijl bijvoorbeeld Paddy weer heel veel last heeft van spelling. Dat is niet erg, maar dat is wel zo. Ja, er zijn gewoon meerdere vormen ervan inderdaad. Kenobi. Het is gewoon niet erg. Geheime tunnel. Door de bergen. Geheime tunnel. Hey. Ga van aan, jongen, Kees. Dank je. Echt, die mechanic is echt raar. Val gewoon aan. Val aan. Ja, inderdaad, Sandring. Oh, dat is ook wel een leuke manier om het neer te zetten. Tosmania zegt, dyslexie en ADHD is toch wel leuk. Ik weet niet of dat leuk is. Ik heb geen ADHD. Nou, ik ken wel mensen die het hebben. Zijn wel eens leuk. Nou. Dan kan je ook echt een feestje bouwen. Party! Oké. Dit is de eerste keer dat er bij mij reclame is, Milan. Word jij een paddy? Ik word een paddy. Maar ik heb hem volgens mij niet zo vaak. Nee, niemand heeft zo vaak. Paddy heeft meer reclame dan dat de gameplay heeft. Ja. Ja, dat wil ik voorkomen. Ik wil wel wat reclame doen af en toe, maar... Suggesties voor Sander, omdat hij klaar is met laten. Daar moeten we even over nadenken. Oeh. Pokémon Colosseum. even denken. Doe een Assassin's Creed. Dokapon Kingdom. Nee! No! Doe geen Dokapon. Jawel. Daar ga ik heel bad op en niet op de goede manier. 8,5 gemiddeld voor Gim. Debro. Ja, dat. Toen ik nog naar school ging, was ik altijd van de zesjescultuur. Dus als ik een 6 haalde, dan vond ik het wel prima. En daarboven, dat was altijd leuk. Dat was gewoon mooi meegenomen. Pikmin 4. Ja, het ding is munt. Sandring, die koopt niet zo gauw nieuwe games. Dus ik denk niet dat hij... hij kent ook 1 tot 3 niet. Ja, dan... Ik heb 1 tot 3 ook nooit gespeeld, dus ik heb ook geen idee. Ik heb 3 gespeeld, want die kreeg ik dan gratis bij mijn Wii U. Vanwege een bepaalde actie of zo. Had bij jou toen ik begon met kijken ook reclame. Dus heb je 2 keer reclame gehad, Sandring? Nou, dan wordt het toch interessant om zo'n subje te kopen. Wellicht. Ik kan ook voor de grap eentje cadeau doen. Zo te zien. Kan jij dat ook? Ja. Oh. Ik wist niet eens dat dat een optie was. Oh, ik niet. Ik heb alleen een 6 voor talen. Mag naar de derde en met veel 7 en 8 op de cijferlijst. Lekker man. Lekker bezig, pik. Voor HAVO. Oh ja, dat heb ik ook een jaartje gedaan. En toen ben ik afgestroomd. Want
Ik had een wiskundedocent die heel erg kut was. Wat deed hij? Nou, hij gunde me nooit. Hij was echt een misgunner, want ik heb nog nooit een voldoende bij hem gehaald. Niet eens een 5,5, hè? Gewoon altijd onder de 5,5 haalde ik bij die gast. Terwijl ik wel gewoon dan mijn best deed. En toen ben ik afgestroomd naar TL. Ging ik daar wiskunde doen en toen haalde ik alleen maar 8 en 7's. Leg het maar aan mij uit hoe dat zit. Kijk, Assassin's Creed 4 kan ik nog afmaken. Een tijdje geleden mee begonnen. 2 jaar terug. Jezus. Maar ja, kan je dan middenin ergens weer beginnen, denk je? Dan kan je beter opnieuw beginnen. Ja, dat heb ik met Hopeless Legacy straks ook. Dat was als er allemaal afleveringen op zijn. Dan moet je weer opnieuw, sheet. Dan denk ik echt van, oh ja, hoe werkt deze game ook weer? Ik heb een half jaar niet aangeraakt. Ja, dat wordt hem dan niet. De reclames zijn stom inderdaad, ja. Nou, ik ga even typen, want volgens mij heeft Sandring een reclame. Oh, nu schrijf ik beter verkeerd. Helemaal met Twitch kutzooi blok de content. Reclame naar. Even praten. Ik ga de reclames wel even naar beneden gooien. Kijk hoor, volgens mij heb ik nu zo'n tapje daarvoor. Ik kan een reclame van 1 minuut afspelen. Ja, maar dat is niet wat ik wil. Kijk, waar staan die in? ik wil 50 minuten aan reclame. Kijk, waar staat dat? Ik weet dat er een optie is in je menu. Inderdaad, dit is niet meer normaal. Niet normaal meer. Ik kom heel goed uit. Affiliate? Staat het daar? Reclame vrij kijken. Oh, je kan dat ook gewoon aanpassen, vet. Zou je dus zeggen dat Paddy het wel kan? Ja. Hier kan ik hem aanpassen. Better. Better. Oké. Netto reclame inkomsten aandeel 55%. De geplande reclame minuten per uur is 3 minuten. Ook dan wel naar de 15. 15 minuten per uur, toch? Ja. Kijk, start, vertraging, nee, reclame, lengte. Die ga ik naar beneden zetten. Naar 30 seconden. En dan... Oh, deze moet omhoog. Dan doe ik iets van per 40 minuten reclame van 30 seconden. Ik denk dat... Ja, want ik doe dit toch niet voor de inkomsten. Wat kan ik hier... mijn telefoon opnemen. Oh ja, neem even je telefoon op. Dat hadden we de vorige keer ook. Dat gebeurt er wel eens. Oh ja, wat ik wel vergeet is dat ik hem dan wel kan horen, maar jullie hem niet. Kaboom! Oh, doei Sandring! Ik snap niet dat Twitch niet snapt. Latering Sandring! Dank je welling! Altijd gezellig met de boy. Ja, dat zal vast wel dat die vol zit. Maar ik ga meestal voor alle eitjes, hè. Want wel competitive. Dus ik moet nog een goede nature hebben. Kijken. Ah ja, maar hij is ook klaar.
zeker. Ja, ik zit op 3 boxjes. Ja, wat ik meestal doe is gewoon dit. Zo. Oh, verkeerde knop. Kaboom. Dit moet je nog een keer doen. Spell and flame. Juist. Zo. En dan die eitjes pakken. En ik vind het altijd leuk om in Area Zero de eitjes uit te laten broeden. Je hebt nog 384 punten. Jezus. Oh, die punten moet ik zo meteen wel gaan aanpassen. Ik kan je alvast zeggen, Tosmania, niet elke stream zal al die geluidseffectjes 1 punt kosten. Maar ik dacht, door te krijgen krijg ik punten. Ja, klopt. In principe had ik dat zo neergezet. Omdat ik affiliate wilde worden en ik had toen bedacht, oh, ik wil heel graag dat van dit is niet normaal meer als geluidsfragment voor punten. En ik dacht, oh, het is wel leuk om mensen dan een beetje te stimuleren door de eerste stream al die geluidsfragmenten 1 punt te laten kosten. En dat was denk ik iets van 2 maanden geleden. En nu stream ik pas na 2 maanden. Oh, er komt er wel eentje uit. En heeft dat een reden? Ja, geen zin om te streamen. Dat was het voornamelijk. Ik ben toen op een gegeven moment met Milan weer een serie gaan opnemen. In theory. Wat waren de geluidjes ook alweer? Nee, die kun je zelf afspelen, toch? Dus je weet welke het zijn. Terwijl ik weer een Instagram reel krijg. Instagram reel? Ja, ik heb waarschijnlijk weer iets van 200 berichtjes die ik nog moet bekijken. Met memes. Memes. Ja, met memes. Watch me whip. Watch me memes. Watch me name. Nou, Tosmania, dat is niet meer normaal meer. Dat is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Maar dat, waarschijnlijk gaat hij nu die andere afspelen. Ja, dacht ik al. Maar dat doe ik mezelf aan. Ja, waarom doe je dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Nanoing. Wat ben ik aan het doen, Ink? A loser boying. Maar echt, Ink. Rookie-dee. Rookie. Rikki-rikki. Hier, ik wil naar beneden. Het is ook gewoon 4:30 al. Wat is er met de dag gebeurd? Damn. Sincho Bingo! Toch wel verpand, want die pakketbezorger is nog steeds niet geweest. Wat een loser boy. Ja, en mijn moeder had het over dat er pakketjes zouden komen, maar... Geen pakketje voor jou? Nee. Nou, is tussendoor dat ik de hond geen ging aanvallen. Geen Yu-Gi-Oh-doos of zo? Nee, die heb ik gisteren gehad. Dat zijn er 2. Ja, je hebt een Yu-Gi-Oh boy, hè? Ja, ja, en ik heb eergisteren of zo, of een paar dagen geleden, heb ik een aantal besteld voor tot aan november. Ja. Dus dan krijg ik ook weer wat. Nou, de meeste sets die ik heb besteld, daar krijg ik er maar 2 van. Er was 1 hele dure set, daar heb ik er 3 van besteld. Dus daar ga ik er 1 van openen. En ik heb in september, dan hebben ze weer zo'n een of andere speciale set. Daar had ik er 8 doosjes besteld. Ja. Dus daar ga ik er, denk ik, 2 van openen. Het ligt er een beetje aan, want die dingen kwamen in sets van 12.
Ja, ik weet het ook niet zo goed. Jij bent van de Pokémon kaarten. Ja, dat is Milan ook wel. Nu ja, weer wat minder, was, maar... Er is iets vette sets uitkomen, maar ik ga er gewoon geen geld meer aan uitgeven. Begrijpelijk, begrijpelijk. Je kan ook even wachten, toch? Sommige sets die verkopen niet gelijk uit, dus dan kan je altijd nog even wachten. Ja, maar Pokémon is gewoon wel even. Ja, oké, dat is waar. Behalve die ene doos die ik hier nog heb staan, die ik dacht van, oh, die bewaar ik anders wel. Dat is een tussenset waar alleen ETB van is, maar die wordt bijna niet duurder. Echt kut. Ja, dat is shite. Ja, dan moet je wel zo'n nieuwe kopen als je dat dan wil doorverkopen. Maar ja, je weet ook niet welke set echt helemaal inraakt. Heel slim, dan kan je het weer aan andere dingen uitgeven. Je backlog uitbreiden bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat verstandig is, maar het is maar voorbeeld. Ah joh, ik zit op mijn 200 games, dan kan jij er nog wel een vierde erbij doen. Oh, Munt gaat er vandoor. Dag Munt. Munty, hoe durf jij? Oké, doei. Kijk het. Tolsmania zegt, ik heb bijna Shining Fates, ben actief de Brilliant Stars aan het sparen, maar kan nu niks kopen omdat niks kan nu niks kopen omdat niks te worden verkocht. Oké, dus wat ik eruit begrijp is, hij is, of zij, ik weet niet welke gender het is, Shining Fates en Brilliant Stars kaart aan het sparen. Maar er wordt niks meer verkocht. Waarschijnlijk allemaal uitverkocht. Oh, ze verkopen geen sets waar jij geïnteresseerd in bent. Oh. Ja, dat heb ik ook wel eens. Maar wat ik aan het doen ben, ik koop Yu-Gi-Oh! Sets. En dan koop ik 2 boxen van elke set die ze laten uitkomen. Tenzij het iets speciaals is, dan koop ik misschien iets meer. En ik open ze niet en ik spaar het gewoon. En ook gewoon de sets waarvan ik denk van, oh, die zijn niet zo leuk. Koop ik ook gewoon. En dan als er iets tussen zit wat ik heel interessant vind en zoiets heb van, oh, die wil ik openen. Dan koop ik er 3 of zo van. Of iets meer. Ik heb bijvoorbeeld van 1 set heb ik er nu 4 liggen. Waarvan ik dan 2 kan gaan openen in principe. Ja, dan daar denk ik nog over na. Ik heb het nog niet geopend, toevallig, die boxen. Hey, je wacht gewoon weer tot zo'n streampie waar we hem kunnen openen. Ja, misschien. Mm-hmm. Ik weet het nog niet. Ik zie het wel. Het was wel leuk tijdens die hele lange stream dat we ook kaarten gingen openen. Ja, dat is waar. Dan heb je ook weer een beetje wat variatie erin tussen zitten. Dan je ook weer even wat anders. Dat had ook weer. Ik open de kaarten. Mijn bedoeling zijn wie, waar, wanneer. Die snap ik even niet. Ik ook niet meer, joh.